unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine. Er zijn een aantal bedrijven in het Limburgse die hebben zich dat aangetrokken om gehandicapten toch een goede kans te geven. En die hebben zich verzameld in een stichting die als doel heeft om de gehandicapten te helpen binnen hun bedrijven. Die stichting die heet Immens en die hebben een idee opgevat om daar een aantal bedrijfsleiders uit te nodigen en daarvoor te koken vanavond. Want koken, dat kunnen ze als de beste. En die, laten we zeggen, mensen die op zoek zijn naar werk en soms te werk gesteld zijn en moeilijk aan een baan kunnen komen, die koken vanavond voor het uitgelezen publiek hier op Château Nircan. En daar zijn we bij met deze uitzending van Niveau TV Magazine. Immens is eigenlijk een stichting die we onafhankelijk van de MTB, die we opgericht hebben als een soort netwerkorganisatie, hoe inmiddels een 65, 70-tal werkgevers in deze regio bij betrokken zijn, bedrijven zoiets te krijgen dat ze bereid zien de lui die werkzaam zijn met de MTB of welk ander SW-bedrijf zijn ook in Zuid-Limburg, sociale werkplaats, die op te nemen. En die zoveel als mogelijk in een reguliere werk te krijgen. Ze zien enthousiast tot en met. Ik heb vandaag maar genet maken in de keukens in het restaurant. Het is gewoon goud. En we moeten alleen beseffen dat die lui een beperking hebben op een of andere manier. De bedoeling is dat VRH laat zien dat als er een goede begeleiding op zit en een professioneel management, zoals Château Nircan bekend is, dat met die lui op sterrenniveau te presteren is. Ja, 25 jaar Nircan, dat is niet niks. Je bent 25 jaar kasteelheer, maar ook vanavond gastheer. Waarom doe je dit? Dit geeft mij een heel goed gevoel. Want jij bent een warm mens, hè? Dit spreekt jou aan. Dit geeft mij een heel goed gevoel. En ik wist dat dit zo ging gebeuren. En de mensen, alle Nircanners die hier staan, vanaf de chef tot de maître tot de sommelier, je ziet ze gewoon dat zij dit leuk vinden om dit over te brengen op deze fantastische mensen. Want jij bent vrij vandaag, al die mensen staan hier. Wij zijn gesloten. Jullie zitten hun vrije tijd in te vullen hier. Maar dat hebben we toen ook gedaan met de Eurotop. Ja. En dat doen we nu nog maar een keer. Je hebt een hoop assistentie vandaag. Ja. Dus, met de voorbereiding ging alles fantastisch. Goed gegaan. Zelfs mensen die een oester gingen eten, dat nooit gedaan hadden. Wat staat er nog meer op het menu vandaag? Er staat, laten we over tot een van de jonge mensen. Die gaat dat straks het verhaal exact vertellen. Okay, die gaat dat uitleggen. Ik mag het nog niet vertellen. Het is nog een geheim. Waarom doen jullie dit? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat meer mensen die bij MTB werken in het reguliere arbeidsproces opgenomen kunnen worden. Met een goede begeleiding kunnen die mensen meer dan zij denken en wij soms denken. Mensen die in het echte bedrijfsleven werken, die hebben een hoger zelfvertrouwen, een hogere zelfdunk, meer zelfbewustzijn en zijn van daaruit in staat om sneller zelf een plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Elke medewerker die naar buiten gaat, die houdt als een jobcoach. Dat wil zeggen, die houdt een aanspreekpunt binnen MTB waarmee die de dagelijkse problemen kan bespreken. Ook die problemen die betrekking hebben op het werk in dat bedrijf waar die op werkt. De ondernemer betaalt niet meer dan de productiviteit van de medewerker van ons. Dus het is in die zin ook voor hem nog voordelig. En wij blijven op de achtergrond de werkgever en het personeelwerk doen en de begeleiding doen. Dus ondernemers zijn tot dusver zeer enthousiast over dit concept. Ja, daar gaat het natuurlijk om. We hebben het maar steeds over al de grote methoden en waar het allemaal voor bedacht is. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat de mensen die het moeten doen, de mensen van de MTB, de mensen die dadelijk in het bedrijfsleven hun stekje willen vinden, zich hier vanavond moeten bewijzen. Dus daar gaan we nou ook eens een beetje meer naar kijken. In de praktijk moet je het hebben, maar een goede leiding is daar wel... Absoluut, hè. Ja? Een goede chefkok, je moet echt touwtjes in handen hebben. En ben je blij met deze chefkok? Hij luistert mee.
Ja, van naam is het een goede chef. Ik ken persoonlijk. Dat is mooi gezegd, maar ik kan je zeggen dat het niet alleen van naam een goede chef is. Vandaag krijgen we een voorgerecht met tataar van Sint Jacobschelle met beignets van kinkrab en een citroenvinaigrette. Het tussengerecht bestaat uit gebakken tarbot met serranoham en sojaboontjes en een zachte uienpuree van serranozuien. Het hoofdgerecht is jonge runderfilet met bladseleriesaus en ravioli gevuld met majeshoender. En het dessert bestaat uit ananas met een krokante vanillecreme, karamelsaus en bananenijs. Smakelijk eten allemaal. Hey Rino, mag ik er even een vraag, jongens? Tuurlijk, aankomen. We hebben al een aantal gerechten gehad. Wie waren het? Ja, fantastisch. Werkelijk fantastisch. Ja? Ja, ja, je zit heerlijk te eten. Ik ben een beetje ervaringsdeskundige, want die hubs lui op deze manier van immens al, althans volgens de gedachte van immens. En merkt dat goed? We zien er ontzettend content. We hebben op dit moment lui een technische dienst en lui een huishoudelijke dienst. En ja, een dikke team. Hey, mag ik even vragen? Nicky Kraft, ik heb zojuist het gerecht, het menuvuur gelezen daarachter. Ja. Heb je het al geproefd? Ja. Dus heb je veel geproefd met die gallen? Ja, nee, er waren ietsjes weniger maan, dus er kwamen een paar borden terug. En daarvan kregen we de kans om even aan te kunnen proeven. Nou, ik zou zeker proeven, dus dan wil ik Geren huren wat ze ervan vond. Wat zou ze zichzelf geven? Een zeven. Goed. Dat is ruim voldoende. Ik heb binnen geluisterd naar de lui die gaven het een 8. Dus het is altijd goed als ik zelf geen minder geef. De lui gaan nog even door. Veel succes. Ik vond het een schitterend initiatief. En ik hoop dat ze nog heel dicht in de keuken mag staan. Tot kijk. Hoi. Acht hoor. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine.